Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we een vraag wat een grijze bewolking boven Nederland zitten. Dat hoort bij de mistvelden die boven het midden en zuiden van het land zitten en hier en daar ook in het noordoosten. Maar de mist lost op, gaat over in bewolking en daarna krijgen we flinke zonnige perioden. Denk dat vooral vanmiddag de zon geregeld de overhand heeft en dat er nog slechts enkele wolken zijn. De temperatuur loopt op naar 9 tot 11 graden, de wind is rustig, dus het is een heerlijke lentemiddag. Vanavond en vannacht begint de temperatuur uiteraard weer te dalen. Vanavond is het een graad of 7. In de nacht komt hij tot rond het vriespunt uit en vooral het noordoosten maakt dan kans op een mistbank. Morgen overdag hebben we schitterend weer meer zon dan vandaag. Alleen de wind gaat in de loop van de dag wel toenemen. Vooral middags staat er een matige wind en die maakt die 11 tot 13 graden dan voor het gevoel toch wat frisser. Uit de wind en in de zon morgen topdag. Vrijdag blijft die stevige wind waaien, neemt nog iets in kracht toe en vanuit het noordoosten trekken er enkele wolkenvelden over het land, kan daardoor plaatselijk tegenvallen. Temperatuur gaat ook iets dalen. In het weekend wordt het nog iets minder zacht, temperaturen liggen dan rond 6 à 7 graden met kansen op wat regen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaats.nl.